Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen, want ik zit in de trein onderweg naar Groningen. Want het is bijna Ramadan. Deze week, ik denk op de 10e, maar ja, dat weet je niet echt pas één dag van tevoren. Daarover vertel ik later meer. Maar ik wil dus wat inkopen gaan doen. Ik heb al wat decoratie gekocht online, dus dat laat ik zien zodra ik weer thuis ben. En in Groningen wil ik dan wat etenswaren kopen. Kijken jullie mee? Daar zijn we dan bij Le Souk. En hier ga ik allemaal Ramadan inkopen doen. Heerlijk vijgen en Turks fruit. We zijn binnen en kijk eens even naar de decoratie. Het plafond bijvoorbeeld. En gewoon al die afwerkingen. Dat is echt heel erg mooi. Daarnaast hebben ze een heleboel Algerijnse lekkernijen. Kijk maar even mee. Zelebia, dat is echt een van mijn favorieten ooit. Shebekia. Ben ik persoonlijk minder een fan van. Magbrood, dat is echt heel erg lekker. Er zit een dadelpasta in. Lokum, dit is Turks. Heb ik wel eens gehad, vind ik ook lekker. En natuurlijk allemaal lekker frisdrank uit Algerije. Al die salades, echt ook heel veel verschillende soorten. Ik sta nu zeg maar aan het eind van de winkel en kijk, al die olijven. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Alles is hier lekker. Iets wat ik sowieso mee ga nemen is Kalbelous. En dat wordt ook wel chemia genoemd. Super lekker is dat. Er is ook echt een heel ruim aanbod in kruiden. Veel kruiden hebben we thuis al, want die hebben we namelijk nog gekocht. Maar iets wat we niet meer hebben is kurkuma. Dus dat ga ik nu meenemen. Voor de rest moet ik even kijken wat ik mee wil nemen. Misschien ras het hanout uit Algerije uiteraard. Mooi spiegeltje. Ik zie hier allemaal dadels liggen, waaronder dadels met pistache. Oh, die gaan mee. Heel lekker denk ik, die combinatie. Natuurlijk ook niet kan ontbreken in de Ramadan. Dat zijn lekker nijden. In de avond lekker met muntthee bijvoorbeeld. Waar ik zelf heel erg fan van ben, is alles met pistache. Dus bijvoorbeeld deze twee. Ik heb echt nooit geweten dat dit Kruidvat heet trouwens. Dat zie ik nu voor de eerste keer. Baklava hebben ze hier ook. Kijk, dat ligt op deze rij. En ze hebben hier baklava met walnoten. Oh, dat is lekker. Wat ik tot nu toe bij elkaar heb verzameld, zijn deze lekkere gebakjes. Hier zit heel veel met pistache tussen. Allemaal baklava. Verschillende soorten ook. Ik heb hier kurkuma en ras el hanout. De ras el hanout komt uit Algerije. En hier zitten die pistache dadels in. Wat ik jullie helemaal nog niet heb laten zien is al dit spul. Allemaal lekkere mengseltjes, mixjes, salades. Gevuld spul ook. Dus ja, hoe moet ik het uitleggen? Jullie moeten gewoon even goed kijken. Ik heb hier een super lekkere roomkaas pistache spread. Ik heb echt een heleboel gekocht. Deze tas zit bijna vol. En ik ga jullie thuis laten zien wat het nou uiteindelijk allemaal is geworden. Een heleboel hebben jullie natuurlijk ook al gezien. Maar er zijn nog wat dingetjes bijgekomen. Even tussendoor, we zijn bij Moon. Ik ben trouwens met mijn zusje vandaag. En dit is Chinese street food. Nou, super lekker. Ik heb hier een jambing met shrimp, dus met garnaal. En een brown sugar bubble tea. En mijn zusje heeft hetzelfde eten, alleen dan met een yoghurtdressing er nog in. En ik heb dan met zoet pittige saus. En zij heeft grapefruit. Passion tea, passion fruit, mango tea, iets in die richting. Ik moest er even bij zeggen dat ik alles had genoemd behalve granaatappel. Er zit ook nog granaatappel in. Oh my god, ik krijg een stuk om mezelf. Het is alleen granaatappel. Ja, mango popping, dat was het. We zijn inmiddels een dag verder. Ik kwam gisteren wat laat thuis en toen dacht ik, weet je wat, ik laat morgen wel even zien wat ik allemaal nou echt heb gekocht. Dus dat ga ik nu laten zien. Heel veel dingen zijn natuurlijk geen verrassing, want die hebben jullie gisteren al gezien. Maar toch, ga ik toch nog even van dichtbij dan laten zien hoe alles eruit ziet. Laat ik beginnen met... Oh, dit zit aan elkaar vastgeplakt. Oh ja, weet je hoe dat komt? Er is dus iets gaan lekken gisteren. Dat was echt even een gedoe, want we gingen nog heel Groningen stad door. En wat nou is gaan lekken was de chemia, de Qalbelous. Ik ga dat straks laten zien, maar goed, mijn handen gaan er wel heel erg plakken. Ja, was ook niet handig. Het had even moeten liggen in plaats van dat het rechtop zou staan. Maar ja, oh ja, dit zijn de dadels. ga er even eentje uitpakken. En dan laat ik het van dichtbij zien. Want het zijn namelijk dadels met pistache. Kijk. En leuk feitje over dadels is dat er heel veel voedingsstoffen in zitten. Althans, dat heb ik altijd geleerd van mijn vader vroeger. En wij verbreken het vasten ook eigenlijk altijd met een dadel. En daarnaast vind ik dadels echt super lekker. Dus ik eet ze niet alleen tijdens Ramadan, maar ook buiten Ramadan. En oh ja, een dingetje hè. Ik was ineens aan het denken van, het is toch heel gek dat we zeggen de Ramadan. Je zegt toch ook niet de januari of de december. Je zegt niet de, het of een voor een maand. Dat doe je niet. Dus waarom dan wel voor Ramadan? Want Ramadan is een maand in de islamitische kalender. Dus vanaf nu zeg ik gewoon, ik heb zin in Ramadan. En niet, ik heb zin in de Ramadan. Dat klinkt logisch toch? Hoop ik, denk ik. Ik vind het logisch klinken in ieder geval. Het volgende dat ik heb gehaald. Oh ja, dat zat in dit zakje. Even kijken hoor, wat was dat ook weer? Oh ja. Deze kruiden, die hadden jullie ook al gezien natuurlijk. Dit is kurkuma. Dat gebruik ik echt nou in vrijwel alles wat ik maak. En dat zorgt ook voor een mooi kleurtje. Bijvoorbeeld als je kip aan het bereiden bent en je doet kurkuma erbij. Dan zorgt dat voor een mooi gelig kleurtje eromheen. Slash oranje. En ras el hanout. Ras el hanout gebruik ik ook echt voor bijna alles wat ik maak. Dat is namelijk een mengsel van verschillende kruiden door elkaar heen. Een soort mix, zeg maar. Dit, nou, ik wil heel graag weten hoe dit proeft. Hoe dit smaakt, bedoel ik. En dit is, wat was het nou? Roomkaas met pistache, geloof ik. Zoiets. Ik heb hier geen lepeltje, dus ik ga het gewoon lekker met mijn vinger doen. Ja, want met de handen eten is helemaal niks mis mee. Dat doe ik trouwens ook graag. Ik eet niet alles met mijn handen, maar sommige dingen wel. Kijk, mooie groene kleur heeft het. Oh, ik ruik het er doorheen. Heerlijk, 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 heerlijk. Ook dit is een klein beetje gaan lekken, zie ik. Gelukkig zat er een zakje omheen. De volgende keer ga ik daar wat beter om denken. Zo. Pinkje. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, dit vind ik heel lekker. En er zitten ook wat nootjes doorheen, zie ik. Ik weet niet wat voor noten. Of zouden dat dan pistasnootjes alleen zijn? Ja, denk het wel eigenlijk. Ik denk dat het alleen pistache is. Lekker, maar ik heb wel even een doekje nodig nu. En dan heb ik hier... Even kijken wat ik hier ook alweer heb. Oh ja, ja. Ik had verschillende gebakjes natuurlijk gepakt. 6 stuks, 6 verschillende. Dit is baklava, oftewel Algerijnse baklava, zeg maar. Ik ben de naam hiervan vergeten. Volgens mij ook gewoon baklava. Dit is... Het lijkt op een briouet, maar dan gevuld met een zoete vulling. Want je hebt ook zulke... Die zijn dan gevuld met kip bijvoorbeeld. En dat is heel anders. Ik weet niet meer hoe dit heet. Nou, lekker dan. Ik kan echt niks vertellen hierover. Dit is besboussa. Dat weet ik wel. Een soort citroencake met kokos. Nou, in ieder geval lekker fris. Dit heb ik voor vanavond. Voor bij de muntthee. Want we drinken eigenlijk altijd muntthee in de avond. Dat doen we ook in de Ramadan. In Ramadan. En natuurlijk deze dingetjes, die ga ik niet bewaren tot het Ramadan is. Dan is het niet meer goed. Maar ik wil gewoon even laten zien wat voor ja, eten en drinken ik gebruik tijdens Ramadan. En dan de klapper, namelijk Hamoud Boualem. Dit is een hele bekende frisdrank uit Algerije. Je kunt het een beetje vergelijken met 7-Up, vind ik, of Sprite. Ja, heel fris. Normaal drink ik dit echt alleen als ik in Algerije ben in de zomer. Dus ik associeer dit drinken echt heel erg met de zomer. Maar het wordt ook veel gedronken in Ramadan. Nou, niet per se heel gezond. Wel lekker. Gewoon even een glaasje. Weet je wel, even wat suikers binnen krijgen. Dat is alles wat we gisteren hebben gekocht. En het is niet heel veel, maar gewoon even voor een sfeerimpressie. Weet je wel, ik wil gewoon even laten zien hoe die winkel er van binnen uitziet. En dingetjes die ik dan koop tijdens Ramadan of voor Ramadan. En ja, ik ga er vaker naartoe. Dus misschien ga ik daar wel weer een keer opnemen. Of ga ik daar wat kopen. En dan ga ik thuis laten zien wat ik heb gekocht. Dus dat komt helemaal goed. En dan nu de decoratie die ik heb gekocht voor de maand Ramadan. Maar ook voor de Eid. Oftewel het suikerfeest. Dat is dan aan het eind van Ramadan. Om zeg maar te vieren dat je het de maand hebt volgehouden. En eigenlijk om de maand mee af te sluiten. Maar goed, ik heb dus dingetjes gekocht. Decoratie. De meeste dingen komen van AliExpress. Maar ook bij Wibra heb ik wat gescoord. Toevallig heb ik vandaag dit binnengekregen. Ik weet even niet zo goed hoe dit heet. Maar je kan dit in een taart stoppen. Gewoon in het midden. En Eid Moubarak betekent een fijn suikerfeest. Dan heb ik hier hele mooie hangers. Die zitten nog in de verpakking. En met maatjes bovenop. En mooie kwastjes. Ik weet nog niet waar ik die ga hangen. Misschien hier in mijn eigen slaapkamer of in de woonkamer beneden. Maar ja, ik vond ze super mooi. En ik hou wel van die gouden details. Net als dit. Is ook van dat goudachtige spul. Dan heb ik echt iets heel erg leuks. Namelijk een lampje. En wat hoort er nou in dat lampje? Dit. Ramadan Kareem. Oftewel een fijne Ramadan. En ik kan hem wel even aandoen. Oh. Oeps. Kijk dan hoe leuk het is. Zo ziet hij eruit als hij aan is. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar hier zijn allemaal mensen gras aan het maaien. Dus ik hoor heel erg die apparaten de hele tijd. Maar goed, sorry daarvoor als dat heel erg irritant is. Wat heb ik nog meer gekocht? Een leuke lichtslinger met allemaal ook weer maantjes en moskeetjes erop. Die ga ik ergens ophangen. Ik denk in de woonkamer gewoon gedurende de maand. Heel gezellig. Dan heb ik een heleboel bij Wibra gekocht. Laat ik beginnen met deze organza zakjes. Ik had het idee om hier wat lekkers in te doen en om dat uit te delen aan familieleden. Dan heb ik uitdeel- en cadeauzakjes met Eid Moubarak erop, dus voor het suikerfeest. En ook hier wilde ik dan wat leuks in doen. Een klein cadeautje, wat lekkers, weet je wel, zoiets. Ook voor familieleden. Wat ik ook bij Wibra heb gehaald is deze slinger met Eid Moubarak erop. Nou, inmiddels weten jullie wat het betekent. Dit bordje. Ook weer met Eid Moubarak erop. Ik wil er echt iets feestelijks van maken. Dus de tafel dekken en dan van alles op tafel zetten als het suikerfeest is. En ik dacht, nou, ik kan niet vroeg genoeg beginnen met inkopen doen daarvoor. Grotere bordjes. Kijk, even in verhouding. Zo. Je kan ze ook eventueel zo op elkaar zetten. Ik heb alleen nog even bestek nodig. Een beetje van, oh ja, van dat plastic / kartonnen bestek. Volgens mij heb ik dat hier thuis nog wel. Wat ik ook bij Wibra heb gekocht. Even kijken. Zijn deze leuke bekers. Ook met Eid Moubarak erop. Het is echt een hele set hoor. Dus alleen het bestek niet. Maar dat, zoals ik zei, dat heb ik thuis wel. Dit heb ik van AliExpress. En dan kun je hier ophangen op welke dag van Ramadan je zit. Dit zijn allemaal van die hangkaartjes. Dus dat is heel leuk. Een soort optel / aftelkalender, zeg maar. En ik heb daar nog eentje van. Ik heb er dus 2 besteld. En daar was ik me niet helemaal bewust van. Het een heb ik dan een paar maanden geleden besteld. En het ander niet zo lang geleden. Dus nou ja, maakt ook allemaal niet uit. Maar die ziet er zo uit. Kijk, die kan zo in een houder. En daar zit een stiftje bij. En dan kun je zelf opschrijven op welke dag je zit. Ik heb nog 2 dingen die ik wil laten zien. Een maan met een ster. Wow, ik doe even mijn hand zo. Dan zien jullie denk ik wat beter. Maar een maan met een ster. En dan zit er een touwtje aan. Dus daar kan je het mooi ophangen. Ook weer met al een beetje die gouden tinten overal bij. En dit is een slinger. Met ja, een beetje jute materiaal. En hier staat op Eid Moubarak. Dus ik heb wel 2 slingers. En ik weet nog niet welke van de 2 ik dan wil ophangen. Ik zal gaan kiezen. En welke het niet wordt, die bewaar ik dan voor volgend jaar. Want Ramadan is een terugkomend iets. Dus al deze spullen, behalve dan de bordjes en zo, die kan ik gewoon volgend jaar weer gebruiken. En dat jaar daarop weer gebruiken, want ik ga alles gewoon bewaren. Oh, wacht. Ik dacht dat ik alles had laten zien, maar dat heb ik nog helemaal niet. Ik heb ook nog ballonnen. En volgens mij staat hier Eid Moubarak op. Kijk hoor, kan ik dat dus zo... Ja, ik zie inderdaad hier wat letters, maar Eid Moubarak staat erop. En deze heb ik vorig jaar gekocht toen ik in Frankrijk woonde. Voor mijn studie. Ik ging vasten in mijn eentje. Leed. Dus het suikerfeest had ik in mijn eentje. Dus dat was echt totaal niet gezellig. Mocht je je afvragen hoe dat dan voelt, bedenk je even. Bijvoorbeeld als je normaal gesproken kerst viert met je familie. En je gaat, weet ik veel, met de hele familie zitten, eten, gezellig doen, cadeautjes uitpakken, lalala. Zo voelde het voor mij op de dag van het suikerfeest vorig jaar. Normaal gesproken ben ik thuis en is het inderdaad gewoon gezellig en zo. Maar ja, ik had toen dit potje gekocht. Ik had wat lekkers gekocht. En toen heb ik in mijn eentje, heel gezellig, heb ik Eid gevierd. Het suikerfeest. Maar goed. Dus dit is een aandenken aan vorig jaar. En ik vind het een heel leuk bordje. Ik heb hem bij Carrefour gekocht. Dat is een hele grote supermarktketen in Frankrijk. Mocht je dat niet weten. En, oh ja, die ballonnen kwamen ook van AliExpress trouwens. Nou, dit was het echt. Volgens mij moet er nog wel het een en het ander binnenkomen. Ik heb echt veel besteld via AliExpress. Dat vind ik gewoon heel makkelijk. En ze hebben leuke dingen. Ook allemaal met dat goud slash witte thema. Dat vind ik heel erg mooi. En ja, ik ben ook benieuwd. Mocht jij ook vasten en aan de vaste maand Ramadan doen, om het zomaar even te zeggen. Oftewel, mocht je moslim zijn, net als ik. Doe jij dit ook? Koop jij ook allemaal decoratie en zo? Want ik ben hier niet mee opgegroeid. Dit komt echt vanuit mezelf. Ja, ik zag dit gewoon. En ik dacht, hé, waarom koop ik dit niet? Waarom maken we er niet gewoon echt iets leuks van? Maar ik ben benieuwd of jij ook dan dit soort dingen doet. En waar je dan dingen koopt. Nou, laat het me weten. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe andere mensen de maand ervaren. Echt super stom, maar ik ben toch nog iets vergeten te laten zien. Namelijk de chemia of Qalbelou, zoals het ook wel wordt genoemd. Omdat het dus is gaan lekken, heb ik snel toen een tas bij Kruidvat gekocht. Dat heeft wel wat geholpen, maar goed. Oh, alles plakt. Wacht even, dat moet even zonder camera. Want anders heb ik niet genoeg handen. Oh my god. Nou kijk, het is echt helemaal gaan plakken aan de onderkant. En normaal gesproken zit de siroop dus echt hierin. Kijk, dit is chemia en het ziet er nu echt ook niet meer uit. Maar goed, het is heel lekker, geloof mij. Het is zoet. Er zit amandel doorheen. Soms zit er ook pistache doorheen. Dat zie ik er namelijk nu ook doorheen zitten. Het is echt lekker. Het proberen waard. Dit was hem dan. De eerste Ramadan video van 2024. En ik ben zeker van plan om nog meer Ramadan video's op te nemen. Mocht je daar benieuwd naar zijn, abonneer dan even op mijn kanaal. Voor als je dat nog niet hebt gedaan. Druk even op het belletje naast de abonneerknop. Want dan krijg je elke keer een melding wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan mis je dus niks. Laat even in de reacties weten wat je van deze video vindt. En laat ook weten of jij ook gaat vasten. Waar je naar uitkijkt. Wat je misschien nog wat lastig zal vinden. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus laat het even weten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!